Hey Bethesda, leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag ga ik in deze video met jullie de nieuwe patch notes en de update bespreken in deze video. Want er is vanochtend weer een hele grote update uitgerold in Fortnite Battle Royale. En dit is misschien wel een van de beste updates die tot nu toe is uitgebracht. Maar daar komen we dadelijk mee, daar heb ik jullie mening voor nodig. Maar laat in ieder geval alvast even je blauwduimpjes mogen achter. Als we weer zoveel mogelijk blauwduimpjes mogen kunnen smashen, zou ik dat super erg waarderen. Dus laat allemaal zoveel mogelijk blauwduimpjes mogen achter. En abonneer als je nieuw bent en dan gaan wij gewoon beginnen. Want ik heb hier achter mijn webcam, zodat ik het op kan lezen, de patch notes openstaan, zodat ik jullie op de hoogte kan brengen van de nieuwe update en wat er allemaal toegevoegd is in deze update en wat er veranderd is. Dus laten we gewoon gelijk beginnen, want er is een nieuw item toegevoegd, oftewel een nieuwe granaat, namelijk de Clincher. En de Clincher is dus een soort van granaat die blijft plakken. Een soort sticky bomb van GTA of een Semtex uit Call of Duty voor de mensen die dat nog spelen, maar dat hebben ze nu eindelijk toegevoegd in Fortnite. En de kleur waar je hem kan vinden is een groene kleur, dus de rarity is uncommon. En een groene kleur betekent dat hij redelijk vaak te vinden is, dus niet te moeilijk en niet goed verstopt, etc. Maar de locaties waar je bijvoorbeeld deze granaat kan vinden is gewoon via de grond. Dus hij kan gewoon voor je op de grond liggen of in een huis of op een dak, etc. Hij kan uit een supply komen die uit de lucht komt. Hij kan uit een lama komen die natuurlijk gewoon random in de map spawnt. En hij kan in een normale kist zitten die gewoon in een huis of ergens anders staat. Dus er zijn best veel mogelijkheden om deze te packen en dat is best wel nice, want heel veel mensen willen natuurlijk als iets nieuw uit is het gelijk kunnen proberen. Nou, met deze granaat is dat denk ik wel mogelijk dat je hem heel snel vindt. Ik heb hem zelf al gevonden, ik heb hem al gebruikt. Mijn mening ga ik er dadelijk over geven, want we gaan eerst deze dingen bespreken die erbij staan namelijk. Want zodra jij de granaat richting een speler gooit of naast een speler gooit waardoor hij de damage mee pakt, doet de granaat maximaal 100 HP damage. Dus dat betekent als je geen shoot hebt, Ben je in één keer dood, heb je wel shield overleven, tenzij je natuurlijk minder health hebt, maar dat spreekt voor zich. Dus 100 damage doet hij op een persoon, dat vind ik redelijk veel voor een granaat. En tegen een structure doet hij 200 damage. En dat houdt in dat als je bijvoorbeeld een houten muur neerzet, dat hij 200% health van die houten muur afhaalt. En voor mij heeft een muur 250 health als ik goed ervan houd, dat durf ik niet zeker te zeggen. Dus als ik het fout heb, sorry daarvoor in ieder geval. Maar hij doet dus best wel veel damage ook tegen de structure. En daar zou ik hem dus ook mainly voor gebruiken, maar dat vertel ik zo meteen natuurlijk. Je kan hem maximaal 10 keer oppakken. Dus in je inventory kan je er 10 bij je hebben. En je pakt hem op per drietal. Dus zodra je er één vindt, heb je er niet eentje. Maar pak je er gelijk 3 op. En dat is natuurlijk wel chill. De enige nadeel is dat dit niet in de lucht explodeert. Hij moet echt de grond, een huis, een muur of iets raken waar hij aan vast kan stikken of bijvoorbeeld een speler. En dan gaat hij 2,5 seconden in en dan ontploft hij pas. Dus na 2,5 seconden vast hebben gezeten ontploft hij. Dat is best wel veel, maar je moet natuurlijk ook wat de tijd hebben om er eventueel voor weg te kunnen rennen. En dat kan op dit moment natuurlijk wel. Maar verder hebben ze een hele grote buff uitgebracht voor de heavy of night machine gun, hoe je het wil noemen natuurlijk. Want ze hebben de accuracy bij 10% omhoog gedaan. En de recoil hebben ze 10% naar beneden gedaan. Dus het is makkelijker om ermee te schieten. En de increased damage is dus ook omhoog gegaan. Hetzelfde van 16. De 16 damage is naar 17 gegaan. Van een epic en van een legendary is die van 18 naar 19 gegaan. Dus plus 1 erbij is niet heel erg veel. Maar kan toch wel best wel veel schade aanrichten als je natuurlijk gewoon een goede aim hebt. Sorry, daar kwam een boertje. Maar nu gaan wij belangrijk kijken naar wat bugfixes. Want de belangrijke bugfix hier is van een Porter Fort. En fixed a collision issue with a Porter Fort tires that allowed down players to hide in them. Wat het probleem was, is als jij in een Porter Fort iemand nokte, kon diegene dus naar beneden vallen en in de banden die daar zaten om omhoog te springen gaan liggen. En kon je ze niet meer afmaken, kon je ze niet finishen en kon je niet gerevived worden. Dat is nu gefixt, dus daar kan niemand meer in gaan liggen. Dat is natuurlijk heel erg chill, want wat we natuurlijk nou minder dan natuurlijk gewoon je enemy af kunnen maken als hij nokt is. En verder, de allergrootste belangrijke bugfix die ik hier zie staan is de issue where submachine guns intermittently fail to reload. Ik heb het wel eens gehad dat als ik een SMG in mijn hand had, ik hem niet kon reloaden en dat is nu gefixt. Dus we kunnen gewoon weer normaal de SMG's gebruiken. Ik vind het heel erg chill om een SMG boven een pump te kiezen, want de pump is de laatste tijd een beetje aan het kloten met mij. Dus ik kies liever bijvoorbeeld een tactical en dan nog een SMG erachter. Maar dat is mijn mening er verder over. Dat is in ieder geval gefixt. Nu zien wij de gameplay fixes. En dit is ook heel erg chill, want short fences will no longer block you from building structures. Jullie weten wel, de kleine fences waar je niet doorheen kan bouwen, daar kan je eindelijk doorheen bouwen. En eindelijk kan je jezelf dus beschermen als er iemand je pusht.
holy shit, wat heb ik heel vaak. Ik land heel vaak in Energy of in Fatal. En daar heb je die hekjes staan. En wat gebeurt er? Je wordt gepusht en je kan je dan op dat moment niet inbouwen. Dat kan nu eindelijk. En daar ben ik zo erg blij mee. De Epic Games, super bedankt om dit eindelijk te fixen. Want dit was echt een heel groot probleem in Fortnite. Maar gelukkig is dat nu verholpen. En de first shot accuracy is now reset when you crouch, uncrouch or strip weapons. Je had natuurlijk met de Fire of the Game Mode hele lange tijd geleden dat ze dingen gingen testen. Dat hebben ze nu doorgevoerd. En de allereerste shot die jij hitte, krijg je natuurlijk een rode crosshair. En zodra jij dus nu zit, staat of van wapen switcht, wordt dat gereset. Dus stel jij gaat eerst zitten, schiet iemand raak, je krijgt een rode crosshair, je gaat weer staan en je krijgt dan weer een rode crosshair. Dat is super chill, dan weet je gewoon dat je goed zit met je aim. Het is weer een klein oog voor detail waar je dan op moet letten, maar het is wel echt super chill dat ze dit hebben toegevoegd. En de supply drop ballen, of balloon, sorry, health has been adjusted based on playlist. In solo heeft hij 500 health voordat hij kapot gaat en naar beneden kan vallen. In duo 750 en in squad 1250. Wat natuurlijk voor zich spreekt, want met squads speel met meer mensen, dus heeft een ballon ook veel meer health nodig. Maar, verder rest, hebben wij hier nog iets staan wat ik met jullie wil zeggen? Ja, er is een hele grote update uitgebracht, wat ik natuurlijk vanochtend zei. Wat je nu kan doen, is je kan je oude skins die jij 30 dagen geleden hebt gekocht, terug inruilen voor je V-Bucks. Hoe chill win. Heb je per ongeluk een skin gekocht, maar er toch niet echt mee één was, kan je hem nu terugbrengen en krijg jij je V-Bucks terug. Beste update tot nu toe. Je kan het 3 keer doen. Dus denk wel goed na voordat je het doet. Van niet dat je het steeds kan doen. Maar wat je dus terug kan brengen. Is je emote. Als je daar niet blij mee bent. Een glider kan je terugbrengen. Een harvesting tool. Een backbling. En een outfit. Wat je niet terug kan brengen. Is bijvoorbeeld een battle pass. Een battle pass tier. De starter pack van €5. De founders pack. De founders pack upgrade. Of loot lama's van Save the World. En weekly items van Save the World. Ik speel verder geen Save the World. Dus dat is niet belangrijk voor mij. Maar als ik dus een skin terug wil brengen, kan dat nu gewoon. En dat is natuurlijk super chill. Ik ga jullie ook laten zien hoe dat dadelijk moet. Er is nog best wel veel onduidelijk over. Maar het enige nadeel is, het is maar van 30 dagen geleden, zeg maar. Dus het is niet zo dat ik nu opeens de crackshot die ik toen met kerst heb gekocht terug kan brengen. Helaas niet. Maar het is wel een leuke toevoeging weer in de game. Al moet ik het zelf toegeven. En we hebben verder nog wat bugfixes, namelijk met Shadowplay. Voor de mensen die daarmee gebruiken dat de Visible Victory Royale screen vasthangt. Dat is verder niet echt belangrijk voor, denk ik, PlayStation mensen. Ik durf het niet te zeggen. Dus dit waren alle patch notes die ik eventjes met jullie door wilde nemen. Dus nu ga ik eventjes mijn Fortnite opstarten. En dan ga ik jullie laten zien hoe jij je skin terug kan brengen. Oké, jongens, ik heb even mijn PlayStation aangezet en de servers zijn weer online. Dus kan ik het jullie eindelijk laten zien. En check niet, ik moet nog best wel veel challenge doen. Want ik heb deze week bijna helemaal geskipt. Ik heb hem wel bijna gedaan, maar ik was natuurlijk dit hele weekend weg. Dus daar heb ik er geen tijd voor gehad. Maar hoe jij je de items terug kan vragen in Fortnite Battle Royale is heel erg simpel. Door gewoon letterlijk naar de itemshop te gaan. Zoals je ziet, je kan hier je items kopen en dan op PlayStation op driehoekje te drukken. Ik heb hier geen driehoekje op zitten, omdat het is mijn custom controller. Maar als ik mijn normale controller pak, moet deze niet vallen. Heb ik hier natuurlijk gewoon een driehoekje zitten. Die zit daar. Ik weet niet hoe het bij Xbox mensen en PC mensen is. Maar als je dus daarop drukt, zoals je ziet, zie jij alles wat je hebt gekocht en wanneer je het hebt gekocht. Nou, stel, ik ben niet tevreden met, ik wil niet een ding wegdoen waar ik niet tevreden mee ben. Maar kijk, je kan dus op driehoekje drukken, maar ik weet niet zeker of ik dan echt verkoop. Want ik wil dat niet riskeren, boys. Ik wil niet riskeren. Maar, zoals je ziet, stel ik ben niet tevreden met deze skin. Kan je dus op je driehoekje drukken en kan jij de skin weer verkopen. Dan ben je van de skin af, dan heb jij je V-Bucks terug. Ik ga het helaas niet verkopen, want ik ben gewoon tevreden met de dingen die heb ik gekocht. Maar je kan het dus maar 3 keer doen. Dus denk wel goed na voordat je daadwerkelijk iets gaat verkopen. Verder is er in het main-menu scherm helemaal niks veranderd. En de Battle Pass duurt nog maar 6 dagen, jongens. Nog 6 dagen hebben we gewoon weer een nieuwe Battle Pass. Houd in dat ik ook vakantie heb. Dus yes, we gaan ervoor, jongens. We gaan die Battle Pass grinden. En zoals je ziet, in 2 dagen nieuwe challenges. Dus dan hebben we gewoon alles voltooid. I'm ready for it. I'm ready voor de nieuwe Battle Pass, jongens. En dat was deze video. Morgen heb ik weer een gloednieuwe Battle Royale video voor jullie. Morgen komen de video's weer volop online. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Tot morgen om 3 uur bij een gloednieuwe video op mijn kanaal. En ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer nog eventjes. En tot morgen. Doei!